Ik zit hier met Herman Vlens. Herman is interim voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein in Oostzaan. En ook nog steeds interim voorzitter ja. van de Stichting Hulpdiensten Oostzaan. Dus je trekt midden in aan de ene kant vrijwilligers, maar ook het sociaal domein. Maar dan vanaf de kant van de inwoners. Ik ben heel benieuwd wat je eerste indruk is. Ja, nou, ik vind het mooi. Ik vind het ruimtelijk. Dat hoort ook bij een plein. Ja. De kleur is rustgevend, dat is ook goed. Hè? Mensen moeten ook, want ze zijn al zenuwachtig denk ik soms. Ze gaan naar de gemeente voor een vraag. Dus ja. Het is goed dat dan ook de condities zo zijn dat je, nou, waar mogelijk toch gerustgesteld wordt. Ja. Dus dat idee spreekt me zeer aan. Nou, en het sociaal domein is natuurlijk in deze tijden van corona, maar ook daarna heel belangrijk. Ja. En wordt steeds belangrijker voor de gemeente. Ja, nou, dat is een boodschap die jij natuurlijk wel vaker bent. Ik heb je net even geïntroduceerd, maar wat is je binding met deze plek straks? Ja, nou ja, je zei het al, ik ben lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Tijdelijk voorzitter, we zoeken nog een echte voorzitter. En zo geldt het ook voor de SAO, Hulpdienst Oostzaan. Nee, hartstikke mooi. En je zegt al, je bent verbonden ook aan de Stichting Hulpdienst Oostzaan. Ja. Die heel veel vrijwilligerswerk doen en ondersteunen. Die gaan hier ook samen met Welzijn Wonen Plus vanuit deze ruimte of vanuit deze plek opereren. Dat klopt. Wij hebben, maar dat is al anderhalf jaar geleden, ze hebben een andere naam gekregen. Ja. Welzijn Wonen Plus. Ja, min of meer een overeenstemming bereikt, een akkoord gesloten. Dat waarheen voorheen dat loket formeel werd gerund door het SAO, is dat nu overgenomen door deze nieuwe stichting. En die samenwerking loopt eigenlijk voortreffelijk. Heb je nog tips voor ons? Nou ja, even naar dat plein toe, hè, waar het toch om bedoeld is. Ja, laagdrempelig. Hè. Dus iedereen moet de vrijheid voelen om zijn vragen, hulpvragen daar neer te leggen. Bereikbaar. Mm-hmm. Daar zijn allerlei methodes voor, maar gewoon bereikbaar. Een rustige omgeving, nou, die is gerealiseerd. Als iemand dan komt met een hulpvraag, als het kan, zoveel mogelijk die hulpvraag verkennen. Zodat alles wat van belang is en wat er omheen speelt op tafel letterlijk komt. En dat er dan goed kan worden nagedacht in samenspraak met die burger, die hulpvrager. Wat is er nu nodig? Waar heeft u nu behoefte aan? Wat zou u helpen? Dan maak je een totaalplaatje op. En dan ga je nadenken, ook als gemeente en als samenwerkende organisaties, hoe gaan we dat nou realiseren? Ja. Dus van belang is laagdrempeligheid, duidelijkheid, één keer je verhaal kunnen doen. We hebben in ieder geval de omgeving gecreëerd waarin dat allemaal kan gebeuren. En we zien allemaal ontzettend uit naar dat het open kan. Ja, hè? En dat zal langzaam gaan waarschijnlijk. Maar dat als de coronamaatregelen versoepeld worden, dat we stap voor stap deze ruimte in gebruik kunnen nemen. Dat mensen een boek kunnen komen lenen bij de BIEB en met hun vraag terecht kunnen aan de balie. Ik wil je hartelijk bedanken. Graag gedaan. Ik ben blij dat je zo enthousiast bent. Nou ja, ik vind het wel een vooruitgang voor Oostzaan. En wat ik al zei, het sociaal domein is zo groot en zo belangrijk voor heel veel mensen. En laat het hier ook maar af en toe een ontdekkingstocht zijn wat er allemaal wel mogelijk is. In Precies. plaats van wat er niet mogelijk is. Ja, dat vind ik een mooie afsluiting. Oké, dankjewel.